Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. En vandaag ben ik met mijn zuster. Yay! En we hebben een super leuke mukbang. Ja. Ik vind het zo leuk. Ik ben echt zo benieuwd. We zijn heel naar Amsterdam gereden om tickets te halen. We hebben dit bij meerdere YouTubers gezien. Ik heb het bij Christina gezien en bij Marcia. Ja, ik ook. Voor de mensen die het kennen, het is zo'n soort... Ja, het is Turks volgens mij. Ja, het is Turks, ja. En nou ja, je hebt dus, dit is dus de ketchup volgens mij. We hebben 20 stuks. Gewoon normaal mild. Ja, je kan ook pittig doen, maar... Dit is een soort groente met kruiden. En meel volgens mij of zo. En meel dan? Een paar of zo. Nou, en je krijgt er dus wraps bij. En allemaal groente, sla, munt, kruiden, citroen. En een sausje. Dus dit hebben we allemaal nog nooit gegeten. Ik ben zo fucking benieuwd. En we hebben allemaal... Ah! We hebben een bord hier. We moeten even weten dat we niet wel goed ons bord kunnen zien. Want dat vinden mensen leuk. Dus nou ja, we gaan het proberen. We hebben het allebei nog nooit op. Ja, en we gaan nog een keer wassen. Nee joh. Ruik er eens aan. Het ruikt gewoon goed. Ja. Ja, ik ga het niet helemaal wassen, joh. Voordat ik de video begin, vergeet ons allebei niet te volgen op Instagram. Voor mij is het Sarah Verwoerd. En voor jou is het @isabelle_dh. Yes. En ik heb ook vragen gesteld op mijn Insta. Dus die gaan we ondertussen beantwoorden. Vergeet niet te abonneren natuurlijk. Als je zin hebt in deze video, blij duimpje omhoog. En dan gaan we gewoon lekker beginnen. Ja. Ik ben echt zo fucking benieuwd. Ik heb ook een blikje cola. Erbij. Ik hou niet eens van cola, maar maak niet. We doen het allemaal voor de mukbang. We doen het voor de mukbang. Nou, je hebt... Oh joh, wat... Jullie zijn heel dun, ja. Oeh, peachy. En fucking groot, hè? Ja. Oké, die leggen we hier ook. Dit hebben we hier ook. Oké, even weten. Kijk hoe dit eruit. Het stinkt. Ja, dat dacht ik al. Ja, echt hondenvoer. Dit ruikt echt naar hondenvoer. Oké. Allebei een wrap. Zo, die zijn echt huge. Holy shit. Dan moet je een stukje afbreken, toch? Echt? Nou ja, ga toch niet die hele wrap doen, lijkt mij. Ga je die hele wrap eten? Dan sla. Sorry, voor mij is echt red, netjes. En dan sla. En dan dat. En dan die chikufte erop. Ik ben echt heel bang. Hoe ga je dit doen? Nou, op zich, het ruikt ook. Ik denk als je het eet, het wel lekker is. Zo denk ik. Ja, zoiets. En dan een beetje saus. Ik weet niet wat het is. Een beetje citroen. Doen wij het waarschijnlijk misschien heel erg fout, maar ja. Ja, dat zal wel weer. En dit is vies dus, dit. Peterselie zei je. Nee, koriander. Volgens mij zit er geen koriander bij. Jawel, oh. Nee, dat is peterselie. Oh, ja, doe een klein beetje van. Munt. Is dat lekker munt om te eten? Ik heb nog nooit munt gegeten. Het lijkt me heel fris. Het lijkt me ook heel fris en prettig. En een beetje koriander. Peterselie. Ik ben ook fucking benieuwd. Zo. Oh, kak. Ik doe veel te veel. Er zit een hele bak erin. Dan moet je het oprollen. Zo, die saus is raar. Ja. Oké, nou, eet smakelijk. Ik durf het niet te eten. Jawel. Cheers. Cheers. Ik ben heel benieuwd naar jouw review. En? Nou, lekker. Is lekker? Het smaakt... Waar smaakt het naar? Tomaat. Ja. Het is wel pittig nog. Wel lekker. Nou. Heel fris. Best wel pittig nog, ja.
Het is echt lekker een combi van heel fris en pittig. Ja. Nou, echt iets. Een smaakcombinatie die ik nog nooit heb gegeten. Nee, even. Ik heb het nog nooit gegeten zoiets. Echt leuk. Nou. Zou jij het nog een keer halen? Weet ik niet. Maar, weet ik ook niet. Ligt aan of je er zin in hebt. Je moet echt hier echt heel erg zin in hebben, denk ik. Nou, maar... Is dit gewoon pittig of de saus? Weet ik niet. Weet je waar het een beetje naar smaakt? Tomatensoep. Nee. Naar iets van HelloFresh. Ja? HelloFresh heeft ook dit soort smakencombinaties. Nou. Maar ik vind het gewoon lekker eten, dat idee. Dat die sla. Ja, dat heb ik ook, maar die munt hoeft voor mij niet. Nee. Een vraag. Ja. Ik krijg namelijk altijd haat. Ik krijg altijd haat. Dus ik zeg en Q&A en dan heb ik nooit een vraag beantwoord. Maar ik ben dan gewoon zo aan het eten. Ja. Ik kon je wat gaan zitten praten. Volgens mij kom je hier voor de mukbang. Wie zou het eerst een familie beginnen? Echt een gezin. Ja. Ik wil alleen met sla nu. Oh ja, dat wil ik ook proberen. Maar wie zou het eerst een gezin beginnen? Ik heb ook iets meer. Ik doe er denk ik gewoon één, even zo. Ja, ik denk het ook. Lekker veel. Ik vind die citroensap wel lekker. Ja. Wat is het? Ja, ik vind het. Je moet echt niet zoveel saus doen. Het is heel overheersend. Ja. Ik heb heel veel citroensap. Maakt niet uit. Doe wel een beetje van dit. Ja. Nou, even de vraag. Oh ja. Ik weet het echt niet. Ik denk wel een beetje het gelijk. Ja, of zo. Ik denk ja. Maar anders denk jij. Echt waar? Ja? Ja, dat zou wel kunnen. Ja, denk het ook. Oké. Okay. Ja. Cheers. Melk werd lekkerder, denk ik. Ja. Maar zo lekker. Als je geen koolhydraten wil eten. Ja. Ik denk jij. Maar ja. Ik denk dat een beetje gelijk op. Ja. Wat zijn de doelen die je dit jaar nog wil bereiken? Ik wil sowieso gewoon doorgaan met YouTube en doorgaan met school. Ik wil ook dat mijn webshop heel groot wordt. Ja, ik ben YouTube. Dat is natuurlijk waar ik mee bezig ben. Ja. Ja, die gewoon echt je werk van kan maken. Wow. Ik vind die peterselie niet lekker. Nee, dat is misschien ook niet zo. Ik vind het... Ik weet niet, het is heel tomaterig. Dat had ik dus echt niet verwacht. Maar ik ook niet. Die saus. Ik weet het, die saus. Ik weet het allemaal niet. Ik weet niet zo goed wat ik denk. Ik weet dat die saus is. Misschien is die saus gewoon raar. Een beetje zee is haar. Wat is jullie droombaan? Mijn droombaan zou echt zijn. Mening. Ja, echt een eigen bedrijf. En gewoon voor mezelf. Wat ik nu ook al doe. Maar misschien ook met een bedrijf erbij. Of ja, zoiets. Maar ja, waar we nu mee bezig zijn, dat vind ik gewoon al heel leuk. Ja. Ik vind die citroensap wel heel lekker. Ja, die maakt het wel lekker. Ik zou het niet nog een keer halen, denk ik. Nee, ik denk het ook niet. Nou, ik weet niet. Het ligt aan of ik er voor in de mood ben. Maar ik vind geen avondeten. Nee, ik ook niet. Omdat het gewoon echt koud is. Maar we hebben dit nu ook als lunch. Ja, dit is lunch. Ik zou eerder gewoon Mackie halen. Ik zou ook heel hard Mackie halen. Maar ik vind het niet vies. Ik vind het ook niet vies. Ik vind het wel leuk. Het is wel leuk keer wat anders. Ja. Het proeft wel gewoon lekker gezond. Ja. Wat is jullie meest hilarische herinnering tijdens het uitgaan? Nou, dat weet ik echt niet. Nou, echt te veel. Nou. We maken zoveel mooie dingen mee. Ja. Gewoon... Veel te veel van die shit erop.
Gewoon dat we... Ja, ik vergeet het alles. Dus dat is heel leuk. Dat is ook. Wij vergeten altijd alles. Nou, de laatste tijd wel heel erg. Dan zegt iemand, ja, wist je dit en dit nog? Wow. Dus ja, ik heb geen idee. Omdat ik met iemand heb gepraat, weet ik ook niet meer. Echt kut. Nou. Maar ja. Meestal laat ik de herinnering. Ik ben heel keer heel hard op mijn bek gegaan. Nee. Maar we zijn niet bij. Nee. En toen hadden we ruzie volgens mij. Nee. Ja. In de super. Oh ja. Ik weet echt niet. Heel veel vragen of wij een Get Ready With Us willen opnemen. Huh? Ja. Dat lijkt me wel leuk. Maar ik doe echt niet veel. Nee. Dan ben ik binnen 5 minuten ben ik klaar. Nou, ik niet. Ik ga wel met Indy doen. Stel, je mag niet meer in Europa wonen. Naar welk land zou je dan verhuizen buiten Europa? Naar Amerika, denk ik. Nou, nu niet. Nee, nu niet trouwens, nee. Maar ooit, ja. Misschien naar Canada dan. Een soort Amerika, volgens mij is daar allemaal veel beter geregeld. In Canada? Mm-hmm. Dat zou best kunnen. En anders gewoon naar een fucking mooi eiland. Gewoon naar Malediven of zo. Ja. Gewoon daar wonen. Dat zou gewoon echt, Of Curaçao. Dat is ook leuk. Lijkt me ook heel leuk om daar te wonen. Ja. Nou, heel veel vragen, echt heel veel vragen of wij eens nog samen op vakantie willen. Maar dat wilden we. Met Bo. Naar Valencia. Maar ja, dit gaat dus niet door corona. Want nou, je kan daar letterlijk niks. Nee. Dus het heeft echt geen zin om daarheen te gaan. Nee. Ik vind het zo lekker dat je een hele krop zak krijgt. Nou, vind ik ook zo. We hebben veel te veel. Zo. Zo, Christen, ik hoef ook echt niet meer. Nee, zit je vol? Ik word er al misselijk van. Oh? Ik vind het echt niet zo heel lekker. Nee? Nee. Nu opeens niet meer. En dan maak ik het langer Ja, je moet er niet te veel van eten. Maar ik had je het zo verwacht dat het zo zou smaken? Nee, ik had het veel lekkerder verwacht. Wat dacht jij dan? Nou, niet zo'n rare tomaterige smaak. Het is wel heel tomatig. Ik vind dat idee met die slaving heel lekker. Maar wij zijn het niet gewend aan deze smaak. Nee. Wat is het? Heel gek. Ik had het lekkerder verwacht. Maar ook wel. Nee. Nee. Ah, ik vond het niet zo, laat ik het zo zeggen. Ik vind het niet vies. Ook niet vies, maar ik... Maar hoe meer ik het eet, hoe meer ik het zat begint te worden. Want het is heel eentonige smaak. Het is alleen maar hetzelfde, zeg maar. Ja, het is gewoon... Ik weet niet. Nee. Ik bedek liever die wrap met die sla lekker met een beetje kip. Mm-hmm. Nee, ik vind het... Maar ik vind het wel heel leuk om een keer geprobeerd te hebben. Ja. Maar... Het is echt niet lekker om zoveel te van te eten. Nou, het is toch allemaal niet McBanks? Ja, ik eet liefst gewoon één rolletje en dan vind ik het goed. Ja. Dat is ook niet meer. Nee. Maar de smaak zat. Nu wordt die smaak heel zat. Nou. Ja. Jammer. Ja. Ik dacht echt, nou, dit wordt echt een nieuw dingetje hoor. Dus die kufte. Wat een nieuwe Mackie. Dat was wel gezonder geweest. Maar het was helemaal niet duur. Nee, het was maar 13 euro. Het was 13 euro voor dit allemaal. Ja. Dus dat is 6,50 per persoon. Je hebt echt veel. Ja, je hebt wel echt veel, ja. Je hebt wel gewoon een goede lunch. Ja, en het is echt niet ongezond. Nee. Dus dat scheelt ook. Ja, mensen, jullie komen alleen maar met dezelfde vragen. Ja. Echt alleen maar dezelfde vragen, wat ik al 100 keer beantwoord. Die sla is bitter. Wie werd er eerder ongesteld? Jij. Veel eerder. Ja, ik ben best wel laat. Ik was 14 of zo. Ik was net 12.
de eerste week van de middelbare school of zo. Echt. Op midden op de school kreeg ik het huilen, krijzen van de pijn gewoon. Ik had thuis, in de zomervakantie, toen was ik aan het zwemmen. Dat weet ik nog met Julia. Toen moest ik een tampon in doen, want ik moest natuurlijk zwemmen. Ja. Nou, ik vond het zo raar. Ik kreeg mijn moeder had ik alleen maar van die huge tampons. Hoe kreeg je dat erin? Ja, gewoon erin gedaan. Nee. Dus ik dacht, moet gewoon nu erin houden en dan ga ik zwemmen. En dan... Echt? Oh nee, ik heb echt heel lang erover gedaan. Ja, jij kwam... Ik kreeg het er niet in. Maar jij was ook wel 2 jaar jonger. Dan? Ja, oké. Okay. Dan ik. Toen jij het werd. Toen, ja. Ja. Ja, en ja. Nu heb ik denk ik er niet over na. Vertellen jullie alles tegen elkaar? Nou, wij vertellen wel echt. Ik denk het wel. Alles. Je hoeft ook niet alles weten. Maar wij vertellen wel echt gewoon alles tegen elkaar. Ja, als ik ergens mee zit of ja. Zo. Als ik denk van, dit mag ik echt niet. Niet? Dan zegt iemand tegen niemand zeg. Nee. Maar dan vertel ik het alleen tegen Sarah. Ja. En we weten ook gewoon elkaar dat we het nooit zouden zeggen tegen iemand anders. Nee. Of dus wat elkaar zouden verlinken of zo. Nee. En als ik me kut voel of als ik ergens mee zit, dan app ik iets gewoon en dan helpt ze me gewoon en dan helpen we elkaar gewoon. Ja, dat is altijd zo. Ja. Gewoon even je hart kwijt. We vertellen wel echt bijna alles. Ja. Of ook gewoon, we hebben gewoon, dus gewoon geen schaamte tussen ons. Nee. Ik zou me nooit schamen om iets. Om iets te zeggen van, is dit raar? Voelen bij jou. Nee. Echt. Ja, echt chill. Ja, echt chill. Wat zou je doen als je een dag van lichaam kon ruilen? Maar, zeg maar, kon ruilen met een jongen? Altijd met een mooi lichaam of zo. Nou, als een jongen was, had ik het wel geweten. Dan had ik alleen maar gaan slingeren. Nou, ik was ook chickie gaan pakken. Ik denk het, denk ik sowieso een chickie zou pakken. Ja. Ik zou zo graag weten hoe dat is voor een jongen. Ik ook, heel erg. Echt niet normaal. Ik vraag me zo af wat voor wie het lekkerder is, zeg maar. Ik denk voor een jongen. Nee. Nou, ik denk voor een meisje. Ja, ik denk... Nou, je weet het niet. Ik weet het niet, maar ik zou sowieso even tegenaan knallen. Ik ook. Op welke leeftijd zijn jullie ontgroend? Ik hou superveel van je video's. Zo, dat weet ik niet eens. Ik denk dat ik rond de 14 was of zo. Ik denk ik ook. Ik zou het echt niet Ik denk dat ik al 14 was. 14? Ja, 14 was ik. Ja, ik denk het ook. Ik denk 14. Ja, maar ik weet het niet eens meer. Ja, dat was echt verschrikkelijk trouwens. Ja? Oh, ik niet. Oh! Ja. Jongen, als je daar nu aan terug bent. Ik kon kijk, toen niet zoenen, hoor. Toen dacht je van, wauw, maar nu denk ik... Oh, hoe zoen ik? Ze was zo echt heel raar. Ja, maar iedereen... Dus ik echt zo, gewoon... Gewoon met je tong zo rondjes draaien. Ja, je snapt echt niet wat je doet. Maar dat is, niemand snapt het op die leeftijd. Nee. Dus niemand snapte wat je aan het doen was. Dus het was niet raar of zo. Nee. Hoe kan je het nog opeten? Ja. Maar wat is een bedoel jou? Een normale leeftijd om ontgroen te worden. Dat een normale leeftijd is. Dat zijn maar de meeste mensen. Nou ja, ik denk dat de meeste wel... Ik denk wel rond de 14, 15... Oh. Nou, ontgroen misschien wel. Dan ben je denk ik wel rond 14, 15. Nou. Als je het later bent, is het helemaal niet erg. Nee joh. Ik ben eigenlijk met alles, nou niet heel laat, maar met zoenen niet, maar met de rest wel. Nou. Ja. Maar. Dus het maakt niet uit, het ligt er gewoon aan. Maar jij fijn bent. Maar jij fijn bij voelt, als bij iemand fijn voelt, ja. Vind ik 11 ook, ja, als je het wilt doen, ja, kan mij niet schrijven. Ja. Als jij je 11e een vriendje hebt en ik wil lekker tongen, hè? Ja, ik wil lekker tongen. Hé, mij boeit niet. En dan ben jij 23 en je denkt pas, nou, ik heb er nu pas behoefte aan. Dan doe je dat toch lekker. Ja. Iedereen doet toch gewoon lekker zijn eigen ding. Ja. Maar ja, als je natuurlijk jong bent, dat je in de puberteit en dan niet stoer doet. Ja, als je dat niet... Dat iedereen, heb je nog niet gezoend? Ja. Dan moet je echt boos zijn. Ik denk dat we hierbij gewoon maar de video gaan afsluiten, hè? Ja. Ja. Gaan we dit bewaren? Nee. Nou, misschien wil mijn moeder dit wel, hoor. Misschien vindt ze het wel heel lekker. Ja. Ik neem maar lekker mee voor je moeder. Ja, ga ik dan aan haar moeder lassen. Man, dit is je pizza. Het is gezond, je zegt het is vegetarisch, plantaardig. Hallo. Is het vegetarisch? Oh ja. Ja. Is het vegan? Ja, het is vegan.
Ik weet niet of dat veganistisch is, maar... Ja, dat is vegan. Oh, wat is dat? Oh ja, wat is het andere dan? Je hebt vegan en... Vegetarisch. Oh. Isabel. Nou jongens, het was... Heel leuk om een keer geprobeerd te hebben. Dat is heel leuk. Ik wilde het sowieso een keer eten. Ja. Het is niet dat ik het nog een keer zou halen. Ik ook niet. Ik vind het... Ik weet niet. Ik had echt... Omdat iedereen het zo lekker vindt, dacht ik... Nou, weet je, wij zijn totaal geen moeilijke eters. Nee, wij eten echt alles. Wij eten echt alles. Maar misschien omdat wij... Maar misschien moet je gewoon even aan wennen of zo. Ja. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Het is maar toch niet heel... wel gewoon lekker. Ja, dus niet dat ik denk, godver, wat heb ik nou weer zitten. Niet dat je denkt, één had, dat je het niet... Nee. Ik heb gewoon 3 van die dingen gegeten. Ja, precies. Maar op een gegeven moment is... Maar op een gegeven moment, je wordt heel snel de smaak zat, vind ik. Nee. En probeer je het zonder munt en dan weer met Nee. Maar ja, het was leuk om geprobeerd te hebben. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Ik heb niet heel veel vragen beantwoord, maar jullie stellen alleen maar dezelfde vragen. En heel veel vragen die ik al 100.000 keer heb beantwoord. Ja, we zeiden al, we gaan niet die vragen beantwoorden, want dat hebben we al zo vaak gedaan. Maar ja, in ieder geval vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Natuurlijk om mij te abonneren en ons te volgen op Instagram. En dan zie ik je volgende keer weer. Doei doei! Bye! We gaan nog aan. Oh! En de batterij is bijna leeg.